Brandweer, politie, ziekenwagens, allemaal waren ze aanwezig aan de universiteit in Hasselt. Daar werd een grote rampoefening gehouden. Een explosie in een labo werd gesimuleerd. Er vielen 2 doden en heel wat slachtoffers. De oefening is nodig, want de universiteit Hasselt heeft zo'n 6000 studenten en meer dan 1000 docenten. Als er een echte ramp zou gebeuren, moeten ze op alles voorbereid zijn. André! Een ontploffing in een labo in de U Hasselt. Er is totale chaos. 2 mensen zijn op slag dood. Heel wat studenten zijn gewond. En er is brand. Overal is er rook. Dat is het scenario voor deze rampoefening aan de U Hasselt. Studenten, docenten, iedereen is gevraagd om mee te doen. Er is hier een ontploffing gebeurd en ik hoor u niet, meneer. Ik hoor niks meer. Hè. Wij zijn alleen bevangen door de rook, maar we zijn helemaal in paniek, want ja, we weten eigenlijk niet wat er gebeurd is. De hele universiteit wordt geëvacueerd. Ondertussen rijden de eerste ambulances aan. Er zijn nog 2 zwaar gekwetste slachtoffers binnen die we niet direct kunnen transporteren. Dus eigenlijk... Brandweer, politie en ziekenhuizen, allemaal doen ze mee aan deze oefening. Want het is voor hen een ideale kans om dit eens te oefenen. Er zijn ook heel wat activiteiten die wij doen die toch een zeker risico inhouden. Wetenschappelijk onderzoek in laboratoria, onze ingenieurs, onze biomedici, onze exacte wetenschappen. En af en toe moeten we er toch rekening mee houden dat er daarbij iets mis kan lopen. Vooral bij die wetenschappelijke experimenten. En dat oefenen we vandaag. Hoe er dan gereageerd wordt, of onze procedures kloppen, of we goed afgestemd zijn met de hulpdiensten. De laatste slachtoffers worden ondertussen in een ziekenwagen weggereden. En dan zit de oefening er helemaal op. Het was wel eens leuk om eens te beleven hoe die hulpverleners echt te werk gaan. Het is ook wel eens handig als er echt iets gebeurt, om dan te weten hoe je moet reageren. Ja, dat is een leuke manier van werken. Hè. Dus,